Vorig jaar hadden jullie 2 mensen in jullie dreamteam. Nu hebben jullie 1 persoon gehouden. Waarom hem? Omdat die ander niet kon. Oh, oké, top. Was dat de enige reden? Ja. Heb je die ander echt wel 4 keer gevraagd? Ja, maar hij had echt geen tijd. Dus hebben we hem geweld. Jij zei tegen mij dat ik veel beter was. Ja, je hebt niet gezegd dat de ander niet kon. Je zei tegen mij dat ik veel... Maar dat was ook het verhaal voor jou. Dus dat klopt nog steeds. Het verhaal klopt nog steeds. Nee, maar het enige is wel dat jullie... Dat ik wel heb gezegd, dan wil ik ook 2 keer zoveel verdienen. En dat is niet gebeurd dus, hè. Ja. En ik doe al 3 keer zoveel werk ook nog een keer. Je hoeft helemaal niks meer te doen. Zullen we dat... Okay, de monkey comes out of the sleeve right here now. Ja, is echt sleaze and dirt. Goed moment voor de tweede vraag. Ja. Nee, dit was de enige vraag. En ik dacht, daar wordt echt serieus op ingegaan. Want zijn mannen met inhoud naast me. Oké, nou, dit is dus Gordon Grootheden. Hij doet onze productie al vanaf het eerste album. En wij noemen ons soms wel eens Nick en Simon en Gordon. We schrijven alles met hem en hij produceert de boel. Dus hij zorgt voor de Nick en Simon sounds. Hij zorgt dat wij überhaupt nog werk hebben. Ja, en Gordon maakt onze albums. De keuze lag automatisch als vrij snel op hem. Nadat Marcel niet kon. We merken wel steeds dat, en het zijn niet echt heel specifieke dingen waar we steeds op letten, maar wel dat we alle 3 een andere visie hebben. En dat kan juist heel prettig werken, want die 3 die leg je als een puzzel bij elkaar en dan kom je altijd tot een onderbouwd besluit. Natuurlijk wel allemaal, zeg maar, persoontjes. We weten wel wat we allemaal wel of niet willen horen, maar we hebben ook een gezamenlijk doel. Ja. En dat gezamenlijke doel is dat wij gewoon de Voice of Holland 2 gaan winnen. En zo... is het. Maar net. Ik zou hier een knip in de montage maken.